En als ik daar duw, dan doet het pijn. Auw! En als ik op mijn buikje duw, dan doet het ook pijn zo. Hey, hallo allemaal. Samson heeft pijn. Maar dag iedereen. Ja, Marie en ik, wij zijn naar de speeltuin gaan spelen zo. En daar is Samson van de schommel gevallen. Ja, en nu heb ik overal pijn waar ik met mijn pootje op duw zo. Ik zal eens kijken, goed? Ja. Goed, ik zal Samson eens helemaal onderzoeken met een vergrootglas. Oh jongen, nee, dat wil ik niet. Waarom niet? Oh ja, ik wil niet nat zijn zo. Oh ja. Wat ga je dan doen met die grote plas? Nee, Samson, geen grote plas, maar een vergroot glas. Hup, haha. Daarmee kan ik alles van heel dicht zien. Goed, laat mij eens kijken. En? Zie je iets met die grote plas? Met mijn vergroot glas? Ja. Eigenlijk niet. Waar had jij overal pijn? Nou, ik had overal pijn waar ik met mijn pootje duwde zo. Oké, dus hier? Hey. Ah ja, en nu niet zo. Hier dan. Nee? Dus hier. Maar nee. Maar dat is wel zo'n heel klein beetje heel vreemd zo. Ah ja, want daarnet had ik pijn overal waar ik met mijn pootje duwde zo. Samson. Ja? Bedoel je dit pootje? Ha, ha. Auw. Samson, jij hebt niet overal pijn. Jij hebt pijn aan je pootje. En daarom deed het overal pijn waar je met je pootje duwde. Gekkie. Ziezo, Samson zijn pootje is helemaal verzorgd. Ja, oh, zeg maar Marie. Maar ik was toch wel zo'n heel klein beetje dom zo dat ik dacht dat ik overal pijn had zo. Een heel klein beetje maar. Mooi, zeg Marie. Dag. Ja, dag. Marie, maar dacht jij niet echt zo dat ik zo een beetje dom ben zo? Maar nee, slimmeke. Samson en Marie. 1, 2, 1, 2, 3. Kijk wie loopt daar, wie oh wie. 1, 2, 1, 2, 3. Samson en Marie. Hey, hallo allemaal. Superleuk dat jullie allemaal weer kijken. Nou ja, super, super, super. Zeg, is dat het enige wat jij gaat zeggen? Samson. Samson. Boom! Ah, jongens, zeg, wat doe jij nu? Jongen, ik ben een boek aan het lezen dat ik gevonden heb. Zo. De tijdbom. Ja, maar ja, daarom zei ik dus boom! Ah, Samson, zeg alsjeblieft. Ja, maar die ontbijtkom, hè, die was ontploft. Die tijdbom? Ja, ja, dat bedoel ik zo, ja. En die deed... Tik, tak, tik, tak. Boom! Ah, Samson, alsjeblieft. Genoeg geboomd, oké? Okay? Nou, ik zal niet meer boom roepen, zo. Ja. Ah! Maar ze kloppen op de deur, zo. Ja, we hebben geen bellen, Samson. Oh, nee. Samson, het was Loder postbode en hij had een pakje bij. Wat wel wat raar is, want wij hebben niks besteld. Maar onze namen staan er wel op. Oeh, maar dat is toch wel zo'n heel zeg, klein... Samson, is even stil. Hoor jij dat ook? Oh ja, maar het pakje zegt tik-tak, 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 zoals in mijn boek zo. Zeg, je wilt toch niet zeggen dat hier een tijdbom in zit, hè? Ah, een ontbijtkom, Marie, ik ben bang. Een tijdbom, Samson, ja, maar dat kan toch niet? Oh ja, maar het zegt wel tak, tik-tak, tik-tak, bam! Ah, Samson, jongen, wij mogen niet panikeren, nee, nee. We moeten rustig blijven, gewoon rustig blijven en kan. Geen paniek, geen paniek, nee, nee. Ma,
Maar zeg, kunnen we die bom niet weggooien zo? Samson, zo'n bom is heel gevaarlijk, hè. Als die op de grond valt, kan die zomaar ontploffen. En kunnen we dan niet weglopen zo? Samson, we kunnen ons busje toch niet alleen laten? Maar wat moeten we dan doen? We hebben nog wel een beetje tijd, hè. Ah ja, het is een tijdbom. We moeten ons gewoon zo goed mogelijk beschermen. Marie, maar ik ben bang zo. Wat moeten we nu doen? We moeten een oplossing zoeken voor de bom ontploft. Maar ik ben zo bang zo. Samson, ik kwam. En Samson, jij mag nooit vergeten hoe graag ik jou zie. Maar ik hou ook van jou. En Samson? Ja? Ik moet ook nog iets opbiechten. Ja? Ik heb ooit jouw rode balletje verstopt gewoon om je te plagen. Samson, ik vond dat je het moest weten, sorry. Nou, ik moet ook iets vertellen, zo. Ik heb ooit... Samson? Ja? Het tikken is gestopt. Dat betekent dat de bom gaat ontploffen. Zeg. Ja? Volgens mij, hè, is dat geen bom. Het is een wekker. Hallo met Marie. En ook met mij. Ja, en ook met Samson. Hey, Alberto. Ah ja? Ja, nee, dat is goed. Nee, we komen het morgen wel brengen. Dag, Alberto. Maar waarom heeft meneer Spaghetti gebeld zo? Wel, Samson. Hij vroeg of Lode de postbode een pakje was komen brengen. Want hij was zelf niet thuis en hij had gevraagd of hij het pakje bij ons mocht leveren. Maar zeg, maar dan zijn we voor niets bang geweest zo. Zeg, Samson. Ja? Jij moest mij toch nog iets vertellen? Wat was dat? Oh, ja, niets. Nee, nee, helemaal niks zo. Nee. Samson. Ik moet dringend weg zo. Dag, Samson. Marie? Vertel het nu maar, hè. Samson en Marie. Hallo allemaal. Oh, vandaag is het eindelijk zover. Ik ben er helemaal klaar voor, want ik ga... gamen! Ik heb mijn oude gameconsole teruggevonden en daar ga ik een hele dag op spelen. Geen Marie, wil je me helpen? Marie, jij moet dit doen. Nee. Alleen maar game time. Ha! Dag iedereen. En is Marie er klaar voor? Waarvoor? Maar het is vandaag toch Samsondag? Jij had toch beloofd dat we vandaag allemaal dingen gingen doen, vooral dingen die ik leuk vind. Zo. Ja, dat was ik een beetje vergeten. Maar, Samson, belofte maakt schuld, hè? Ja. Dus vandaag gaan wij alleen maar dingen doen die jij leuk vindt. Ik heb een heel goed idee, zo. Zeg, Samson, wat als we nu eens verstoppertje spelen? Dat vind jij leuk, hè? Ja, maar dat wou en ik niet... En het is toch je lievelingsspelletje? Ja, jij maar... speelt dat altijd met Bobientje, hè? Ja. Samson, wat een goed idee van jou. Ja. Oh ja? Goed, ik zal mij eerst verstoppen hier in de buurt van het busje. Maar Samson, dat kan overal zijn. Ja. En jij telt tot 10. Oh ja, dat is goed zo. Start! 1, 2, 3, 4, 5. Hier zal Samson wel even zoet mee zijn. En dan kan ik lekker gamen. Game time!
Ja, gezien! Wat? Nu al? Ja, maar ik wil nu iets anders leuk spelen zo. Ja, het is toch Samsondag, dus dacht ik dat we... We kunnen met het balletje spelen. Hè? Dat vind jij leuk, hè? Ja, maar dat wou ik niet zeggen zo. Met het rode balletje. Ja. Goed idee van jou, Samson. Ah ja. Goed, Samson. Ik gooi jouw rode balletje heel ver weg. En jij moet het dan gaan zoeken, goed? Maar ja, goed zo, ja. Oké. 1, 2, 3. Samson zal nu wel even zoet zijn. Hij zoekt zich de pletter naar... het rode balletje. En ondertussen is het voor mij... game time! Ja. Ja. Ah. Gewonnen! Oei. Is het al zo laat? En Samson is nog niet terug. Moet iemand bellen, hè? Help bellen. GSM. Ja. Jij bent niet buiten naar je rode balletje aan het zoeken. Nee, ik was dat al heel vlug beu zo. Oh ja, ik zit al de hele tijd binnen. Oh ja, want het liefst van al wou ik flamen. Gamen? Ja. En waarom heb jij dat dan niet gewoon gezegd? Maar ik wou dat wel zeggen zo. Maar jij zei altijd dat ik andere dingen moest doen zo. Oh. Ja. Ja, dat is wel heel erg dom. Samson. Ja. Ik wou jou eigenlijk gewoon heel lang naar je rode balletje laten zoeken, zodat ik zelf stiekem kon gamen. Oh ja? Ja, sorry. Maar dat vind ik niet erg zo. Oh nee, want dan kunnen we nu samen flamen. Samen gamen? Ja. Ja. En dan is het nu game time. Flame time. Game time. Ja. En start. Dag. Hey. Oh ja, dag. Ik win. Samson en Marie. 1, 2, 1, 2, 3. Kijk wie loopt daar, wie oh wie. 1, 2, 1, 2, 3. Samson en Marie. Hey, hallo allemaal. Oh, dag iedereen. Zeg maar, wat heb jij daar op je hoofd? Oh, Samson, ik ben blij dat je het even vraagt. Ja. Dit is mijn koksmuts. Oh. Waarvoor dient dat zo, een sokpruts? Een koksmuts. Ja. Dat is een muts die gedragen wordt door echte koks. En jij vraagt je natuurlijk af waarom ik die muts op heb, hè? Ja. Wel, ik heb vanavond een afspraakje met Kobe. Kobe de kok. Ja, het is een echte chef en hij heeft zijn eigen restaurant. En ik heb naar Kobe gebeld en gezegd dat ik ook een echte chef ben. Dus hij komt straks eten. Oh ja, maar, zeg, maar ik ken die niet, hè, die microben. Kobe heeft een restaurant. Ja. Een restaurant... met sterren. Oh, wow, maar dat is een restaurant in de hemel. Hoe bedoel je? Nou ja, want hij heeft sterren. Nee, Samson, die sterren die krijg je als je lekker eten maakt. Huh? Dus je hebt bijvoorbeeld een restaurant met 1 ster. Ja. Dat maakt wel lekker eten. Ja. Maar het restaurant van Kobe heeft 3 sterren. Hmm. Dat is het hoogst haalbare, hè? Snap je? Wow, ik denk zo heel stil in mijn hoofd hoor, dat ik het wel snap zo, ja. Eigenlijk wil het gewoon zeggen dat je in het restaurant van Kobe heel lekker kan eten. Ja. En daarom leek het mij wel leuk dat ik ook eens een heerlijke maaltijd zou bereiden, net als een echte chef. Maar kan jij dan zo koken als een chef-kok? Een echte chef? Ja. Samson, wat een domme vraag. Oh. Natuurlijk kan ik dat. En ik zal het eens laten zien. Mm. Dat ziet er heerlijk uit.
Oh, maar dat is goed, want ik heb honger. Ja, dat komt goed uit, Samson, want het is klaar. Ik heb het gerechtje alvast eens even geoefend, zodat wanneer ik het vanavond moet maken, alles picobello in orde is. Ik heb bouillabaisse gemaakt. Eigenlijk is dat gewoon vissoep, hoor, maar er zit kreeft in. Goed, hier, Samson. Zo. Ja, het ziet er wel zo heel speciaal uit, zo. Ja, maar dat hoort zo, hè. Ja. Alle topgerechten zien er een beetje speciaal uit, maar zijn wel superlekker. Ja, en het ruikt ook wel zo heel speciaal, zo. Ja, Samson, maar dat hoort zo, hè. Ja. Alle topgerechten ruiken een beetje speciaal, maar zijn wel superlekker. Allee, proef eens. Oké. Ja, ja, het smaakt ook wel zo heel speciaal, zo. Zeg, jij met je speciaal, aan jou heb ik niks, hè. Ik zal zelf wel proeven. Samson. Die soep is niet te eten. Dat is een ramp. Oh, en waarom is dat een kramp? Nee, Samson, een ramp. Omdat ik tegen Kobe gezegd heb dat ik een topchef ben. En dat is niet waar. Ik kan helemaal niet koken. Oh, jawel. Het enige wat ik kan maken is spaghetti. Oh, en waarom maak je dan niet van die overheerlijke spaghetti? Ja, het zou wel moeten, hè. Oh, heerlijke spaghetti. Oh, en hij ruikt ook zo heerlijk. Samson, dat is kei lief. Ja. Maar Kobe is een 3-sterrenchef. Ik kan hem toch niet uitnodigen om spaghetti te komen eten? Hallo? Samson, spaghetti. Ja. Ik moet hem bellen en zeggen dat ik niet kan. Oeh, maar gaat Microben dan niet denken dat je hem niet meer leuk vindt zo? Ja. Oh, ja. Nee, dat wil ik ook niet, hè. Ja. Oké. Ik moet hem bellen en gewoon de waarheid zeggen. Ja. Ja. Dat ga ik doen. Ja. Hallo met Marie. Ja, en ook met me. Ja, en ook met Samson. Kobe, ik bel dus omdat... Omdat ik vanavond niet kan. Oh, maar je ging toch de waarheid zeggen zo? Wacht, Kobe. Dat is niet waar. Kom en ik bel eigenlijk om te zeggen dat ik tegen jou gelogen heb. En dat is de waarheid. Ik ben helemaal geen topkok. Ik ben echt een ramp in de keuken. Ik kan helemaal niet koken. Het enige wat ik kan klaarmaken is spaghetti. Wat? Is spaghetti jouw lievelingseten? Oh, kom, dat is fantastisch. Nee, goed, ja. Tot straks. Dag. Samson, ja? Ik heb fantastisch nieuws. Oh, ja? Het lievelingseten van Kobe is spaghetti. Hij komt gewoon toch naar hier. Oh, ja. Oké, dan. Ben je niet blij? Oh, nee. Want als Microben niet kwam, dan had ik meer spaghetti. Samson, daar moet je je echt geen zorgen om maken, hoor. Als ik spaghetti maak, dan maak ik genoeg voor iedereen. Yippie! Dag. Dag. Begin maar al. Oh, ja. Samson en Marie. 1, 2, 1, 2, 3. Kijk wie loopt daar, wie of wie. 1, 2, 1, 2, 3. Samson en Marie. Hey, hallo allemaal. Dag iedereen. Vandaag wil Samson indruk maken op Bobientje. Zeker weten. En ik ga hem daarbij helpen, want ik heb uiteraard al een geniaal idee hoe we dat kunnen doen. Oh, en wat voor idee? Wel, Samson, jij gaat een trickshot doen. Bekkers, maar dat vind ik wel zo heel vies, zo. Een stinkprot. Nee, Samson, een trickshot. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een trucje, maar dan heel stoer en cool en spannend. En dan kunnen we dat filmen en doorsturen naar Bobientje en dan gaat hij vast helemaal onder de indruk zijn. Maar dat vind ik wel een heel goed idee, zo. Gelukkig. Kijken jullie mee?
Nee. Ziezo, Samson, je trickshot staat klaar. Begrijp je wat we gaan doen? Ik denk zo heel stil in mijn hoofd, hè. Dat ik het niet weet, zo. Nee? Ja. Oh, dat is niet erg, dan leg ik het nog één keer uit. Ja. Dus, jij komt met je hoofd hier. En dan sla jij op de achterkant van de lepel, waardoor jouw rode balletje gecatapulteerd wordt en terechtkomt hier in de pot. Oké, ik doe het meteen. Nee, Samson, wacht. Huh? Ik ga dat filmen, hè. Ah ja. Dan kunnen wij dat filmpje aan Popientje laten zien. En Samson, die zal dan nogal eens onder de indruk zijn van jou en je trickshots. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. 3, 2, 1, actie. Ja, dat was het nog niet helemaal, hè? Nee. Maar ja, dat was nog maar de eerste keer, dus we proberen het gewoon nog een keer. Oh, ja. Klaar? Ja. 3, 2, 1, actie. Oei, ja, nee. Dat was het ook nog niet helemaal, hè? Maar weet je wat ik denk? Wat? Ik denk dat je een beetje harder op de lepel moet slaan. Aha. Hè? Derde keer, goeie keer. Oké, ja. Oké, klaar? 3, 2, 1, actie. Maar dat gaat nooit lukken zo. Kom aan, Samson. Je moet wel een beetje in jezelf geloven, hè? We proberen het nog een keer. Dat is te veel naar daar. Het badje moet naar daar, hè? Bijna. Oh, ik heb het nu 100 keer geprobeerd, hè. Maar dat gaat nooit lukken, het stinkprot. Het trickshot. Kom aan, Samson. Nog één keer, Popientje, die gaat zo fier zijn op jou. Hè? Maar wacht nog even, want mijn geheugen is vol, dus ik moet even een paar filmpjes wissen. Hè? Het is gelukt. Het is gelukt, Marie. Het is gelukt. Samson. Het stinkprot is gelukt. Samson, een trickshot, maar ik heb het niet gefilmd. Ja. Ik zei nog dat je moest wachten. Het geheugen van mijn gsm was vol. Ik heb het niet gefilmd. Maar nu gaat Bobbientje niet onder de indruk zijn. Maar dat maakt mij wel zo heel verdrietig zo. Verdrietig? Ja. Ja, Samson, ik kan daar nu niets meer aan doen, hè. Misschien moet je het nog één keer proberen. Het is al eens Ik heb het al zoveel keer geprobeerd. Dat lukt niet meer. Oké. En wil je misschien een ander trickshot? Nee, ik wil geen stinkprot meer. Oh, Marie, waarom heb jij dat niet gefilmd? Gefilmd? Ja. Samson. Ja. We hebben het wel gefilmd. Ah ja? Met onze vlogcamera. Ik denk zo heel stil in mijn hoofd dat ik dat niet begrijp zo. Samson, wij vloggen toch voor de jongens en de meisjes thuis? Ja. Dus we hebben het toch gefilmd? Maar dan kan Bobbietje het wel zien. En dan gaat ze fier zijn op mij zo. Samson, ik stuur het filmpje meteen door. Dag. Dag. Samson en Marie. 1, 2, 1, 2, 3. Kijk wie loopt daar, wie oh wie. 1, 2, 1, 2, 3. Samson en Marie. Hey, hallo allemaal. Dag iedereen. Vandaag gaan wij iets heel bijzonders doen, hè, Samson? Oh ja, want ik heb dat zo ergens gelezen, zo. Samson heeft iets gelezen over een herinneringendoos. En dat is een doos waar wij persoonlijke spulletjes in gaan steken. Ja. En dan gaan we die begraven. Ja. En is dat dan voor altijd zo? Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè. Het is de bedoeling dat die doos binnen een paar honderd jaar misschien wel terug wordt opgegraven. En dan kunnen ze kijken welke spulletjes voor ons belangrijk waren. Oh ja. En weet jij al wat je in die doos gaat stoppen, zo? Ah, nee. Nee, ik zou er nog eens even over moeten nadenken. Oh ja. Ziezo, dit is hem dan, onze herinneringendoos. En ik weet wat we in de doos gaan stoppen, zo. Ah ja? Ja.
Een potlood. Een potlood? Ja, goed hè. Nee, Samson, dat is niet helemaal de bedoeling. Hè. Het is de bedoeling dat we iets persoonlijk in de doos stoppen. Iets typisch voor jou. Hmm. En een potlood is niet typisch voor jou. Hè. Dat potlood dat kan van iedereen zijn. Hmm. Ik ga bijvoorbeeld brieven in de doos steken die ik gekregen heb van al die knappe jongens. Ja. Dat is persoonlijk. Ja, 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 ja. Maar dan heb ik een goed idee. Ah. Een foto van ons twee. Ah ja, dat is een goed idee. Wacht, hier. Ah, voilà, hier staat er eentje. Het is wel jammer, hè, want hè, wel een leuke foto. Ja. Maar goed, een goed idee. Een persoonlijk, voilà. Ah. En dan heb ik ook nog een goed idee. Ah. Iets wat echt heel persoonlijk is en typisch iets voor jou. Ah. Je rode balletje. Ai, hè? Oh nee, maar niet mijn rode balletje. Dat wil ik niet. Samson, ja. Dat rode balletje dat is een heel goed idee. Want dat is heel typisch iets voor jou. En er zijn ook dagen, Samson, waarop jij alleen maar met je rode balletje speelt. Dan heb jij geen aandacht voor mij. En als dat rode balletje in de doos zit, hè, dan kunnen wij veel meer dingen samen doen. Oké, dan. Voilà. Maar als mijn balletje in de doos moet, dan moet jouw telefoon ook in de doos. Ah, nee. Ah, ja. Ah, ja. Want jij belt ook alle dagen naar die jongens zo van... Kus, kus, kus. Oelala, oelala. Stop, 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 stop. Stop. Hé, goed. Telefoon gaat in de doos. Ja. Want ik kan dat. Ik kan leven zonder telefoon. Oh, ik kan dat ook. Leven zonder rode balletje. Voilà, dat is goed. De doos gaat toe. Ziezo. En dan gaan we hem nu begraven. Dag. Samson? Ja? Ben jij zeker dat je zonder je rode balletje kan? Je gaat dat nooit meer zien, hè? Nooit meer? Nooit meer. Marie? Ja? Kan jij zonder jouw telefoon en kus, 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 kus berichtjes door het leven? Ja. Oh. Drie. Twee. Één. Stop! Boy, ik kan het niet. Ik wil mijn rode balletje. En ik wil mijn telefoon. Het rode balletje, tralalala. Oh, Samson, eigenlijk hè, ben ik stiekem toch wel heel erg blij. Oh, maar ik ook zo. En dat is toch ook helemaal niet erg dat wij soms een beetje apart spelen? Hè? We zitten toch dicht bij elkaar, dus eigenlijk spelen we ook wel een beetje samen. Oh, ja, zo. Marie? Ja? Wat moeten wij dan nu doen met die doos? Met onze herinneringendoos? Ja. Weet je wat we doen? We steken er een potlood in. Oh, goed idee. Dag. Dag. Samson en Marie. Wil je nog meer van Samson en Marie bekijken? Abonneer je dan snel en bovendien helemaal gratis op het Samson en Marie YouTube-kanaal. Zo mis je geen enkele nieuwe video.